De medische zending heeft van USAID en UNICEF een medische boot ontvangen om haar werk in het binnenland, oftewel het Wayambo-gebied in West-Suriname, te vergemakkelijken. Het vaartuig is van harte welkom en het zal heel goed in gebruik worden genomen, meent Herman Jenti, directeur medische zending. Hij geeft aan dat de organisatie, met uitzondering van Komowijnen, Marowijnen en Koroni, haar werkgebied in alle andere districten heeft. U noemt alle andere districten in Suriname. De medische zending is er met de primaire gezondheidszorgdiensten van deze organisatie. 58 polyklinieken in heel Suriname. In ongeveer 85% van het grondgebied van Suriname mogen wij van de overheid de primaire gezondheidszorg bieden aan gemeenschappen. En we zijn blij met die verantwoordelijkheid. Maar met verantwoordelijkheid komt een stukje aansprakelijkheid. Dat betekent dat mensen ons kunnen aanspreken voor de zorg die we hebben ingericht. En daar is die uitdaging, daar is die grote uitdaging. Om deze verantwoordelijkheid te dragen, hebben we niet alleen geld nodig, maar we hebben ook we hebben ook middelen nodig. Baargeld sowieso. De vertegenwoordigers van USAID en UNICEF zeggen dat zij het liefst helpen waar zij kunnen, omdat er in verschillende sectoren economische problemen zijn. De voorzitter van de vereniging Inheemse Dorpshoofden, Fitz, is zeer ingenomen met de boot, waarmee de gemeenschap van Wayambo beter geholpen kan worden. Volgens minister Amaramadin van Volksgezondheid is het algemeen bekend dat voor de vergelegen gebieden meer dan 2 uur varen nodig is om medische hulp te krijgen. We begrijpen hoe belangrijk het is dat er een goede communicatie is, een goede verbinding is. En natuurlijk, bij mijn bezoek aan deze gebieden krijg je allerlei ideeën. En je zou denken van, in Tapuripa wonen er volgens mij 70 tot 80 personen, als het goed is. En je ziet de watervoorziening, je ziet de telecommunicatievoorziening. En dan denk je van, oké, kunnen we niet gewoon deze 80 mensen transmigreren naar een gebied waar je alles hebt? En natuurlijk is dat een idee waar je zegt een lange termijn oplossing waar een land welke aan het herstellen is van de economie betere voorzieningen kan hebben voor deze gemeenschap in andere gebieden. Maar we houden ook rekening met alle andere aspecten, cultureel, sociaal, traditioneel, en daar moet je respect voor hebben. De boot zal nog worden aangekleed met een kap voor het gemak over de rivier en met andere bijzonderheden die een medische boot nodig heeft.